Energeia Energy Day 2019 staat op het punt van beginnen. Het is de 9e editie die weer beter moet zijn dan de 8e editie die al super tof was. We beginnen zometeen met de baas van de GasUnie, dan een jonge onderzoeker uit Utrecht die aantoonde. Vorig jaar domineerde zij het nieuws met haar mededeling dat de overheid stelselmatig burgers negeert als het gaat om inspraak over windmolens op land. Daarna hebben we een Europarlementariër van de Groenen die ons komt uitleggen wat de rol van de Europese politiek is in het klimaatbeleid, in de energiediscussie. Dan sluiten we af in de middag met een paar schitterende ondernemersverhalen en Bontebal en de Boer. Nou, Wolf zei het al, het is de 9e Energeia Energy Day. Het is een ontzettend interessante tijd om dit soort congressen te organiseren. Er gebeurt ontzettend veel in de energiesector. Er staat nog heel erg veel meer te gebeuren. En alles wat er gebeurt of wat er juist niet gebeurt, is van ontzettend groot belang voor u, voor uw bedrijf, voor Nederland, voor de economie, voor het klimaat. En dat zijn enorme beslissingen die u elke dag weer moet nemen. In 2050, als we dan in onze tuin zitten, dan willen we gewoon een koud biertje. Als het koud is, dan willen we een warm huis en we willen hete koffie 's ochtends. Maar of dat nou met elektriciteit, of met gas, of met waterstof, dat geothermie, wat maakt het uit? Iemand zei net tegen mij, gaat het over maatschappelijk draagvlak hebben, daar heb je er weer zo één. Maar hij kwam dat naar mij toe en hij zei, eigenlijk hebben wij het over hetzelfde en nu weet ik dat. En ik weet dat nu van hem. Dus ik vind het een heel mooi middel om allerlei verschillende partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Als er iets is als instrument dat natuurlijk makkelijker en sneller die reductie, die extra reductie kan geven, is als je het emissiehandelssysteem ambitieuzer maakt. PVGL sponsort dit event omdat wij het gewoon belangrijk vinden dat wij met de hele sector van gedachten wisselen. Wat kunnen we samen doen om die energietransitie te versnellen? Ja, en ik denk dat je, als je in die transitie zit waar we nu in zitten, moet je zeker dat menselijk vlak niet uitvlakken. Want mensen maken het verschil. Interesseert de meeste Nederlanders niet van wie ze hun stroom en gas krijgen, als ze het maar krijgen en tegen een zo laag mogelijke prijs. Dat was ons nieuwe motto. En ik had daar echt moeite mee. Je ziet wel dat de politiek maar een korte aandachtspanne heeft. Die richt zich inmiddels alweer op andere zaken. Ja, wat je er ook voor vindt, zo gaat het. En dan is het juist aan deze bedrijven hier om dat niet te laten gebeuren. Wil je even een buiging maken tot slot? Ja, voor de thermo-akoestische warmte komt. En alle innovatoren in de energietransitie, we maken een diepe buiging.